Vandaag op deze regenachtige dag zijn we in Broekum, waar we weer iemand gaan verrassen voor het programma In het Zinneke. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Rodiamond. Ja. Kom, als je wilt even een paar meter naar voren. Oh, kom je alleen naar binnen met dat slechte been? Nee, we blijven even boete staan. Als je het goed vindt. Je hebt wel zin van een programma In het Zinneke van TV Valkenberg. Heb je misschien wel eens gezien? Heb ik wel eens gezien, ja. Ja, en we hebben begrepen dat je het goed doet voor iemand anders. Je hebt het programma, zoals je zegt, al eens gezien. En we hebben begrepen dat je al heel gaat jaren voor je vrouw zorgt. Klopt dat? Dat klopt, ja. Ja, dat klopt. Ja, want uw vrouw is ziek? Ja, die heeft MS en epileptische aanvallen heeft hij altijd zwaar gehad en nu nog altijd. En die zit sinds jaren in de rolstoel, ja. Dus sinds 1999 is ze begonnen. En dus dat is onderhand al gans gedeurd. Dus, en sinds 2007 is ze inderdaad rolstoel gebogen. Ja. Dus goed, en daar zijn we inderdaad volop mantelzorgen voor, ja. Ja, ik gauw begrepen dat je zelfs je baan hebt opgezocht ervoor. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik ben gelukkig gepensioneerd nu. Maar ik heb het in combinatie met mijn baan wel nog altijd kunnen doen. Dus ik heb wel nog gewerkt, maar dan gaat aangepaste oren. Je kunt toch gans het werk bekijken natuurlijk. Als de combinatie met werk en de zorg toe is, dat is toch wel op een gegeven moment een gans onderneming. Maar goed, we doen het altijd met plezier gedaan. We doen het nog met plezier en we hopen nog lang kunnen volgen. Dat is het belangrijkste. Ja, zeker. Want wie is jouw situatie nu op dit moment? Ja, goed. Ze gaat normaalwijs een paar dagen naar de dagopvang. Ja. En als ze op de dagopvang komt, dan komen de zorgtaken bij mij. Ja. Dan neem ik het weer voor begeleiding en voor hebben de smurgers en zorgers dan thuis willen bouwen, thuiszorg. Ja. Zodat we een beetje de zaak goed kunnen organiseren, georganiseerd kunnen krijgen. Ja. En alle tussenliggende oren, die pakken weer gewoon op. Dus, maar we doen het met liefde, dus dat is het belangrijkste natuurlijk. Want ze zitten in een rolstoel, hè? Ze zitten in een rolstoel, ja. Dus ze kunnen niet zoveel... Nee, ze kunnen zelfstandig niet. Ze kunnen ook zelfstandig niets ondernemen. Dus ze moeten altijd op een gegeven moment bij jou zijn. Ja. Ze hebben op een gegeven moment kunnen ook problemen met sleepproblemen en andere toestanden. En ze moeten helemaal onder controle zijn, laat ik het zo zeggen. Ja. We kunnen haar nooit de lijn laten. Dus als ik weg gewoon of ik web binnen een keer gaat, dan zal ik moeten zorgen dat er een oppas of toezicht is. Dus, Ja, dat is een hele karwei en verantwoording. Ja, het is altijd weer een beetje organiseren en zo. Het is op een gegeven moment de zaak is in orde. Maar nogmaals, het is met liefde op een gegeven moment. En de kees ervoor. En dat ik zeg dat wel eens vaker, ik hoef het ook met liefde voor bij wie ze spreken. Nee. Maar ik doe dat gewoon op een gegeven moment. Mijn helft van de persoon en mijn heeft die keuze gemaakt voor zichzelf. Ja. Een stukje van hun eigen leven ga je natuurlijk op een gegeven moment toch een andere wending krijgen. Maar van de andere kant heb ik gezegd op een gegeven moment van als ze die keuze maakt, dan is dat zo. Ja. En je bent namelijk ook nog tevens voorzitter van de vrijwilligerskoor van Valkenheim, klopt dat? Ja, ik trek een beetje met de kar, dus voorzitter is wel een groot woord. Maar sinds kort op een gegeven moment zit ik dan ook bij de keurken van Courage van Valkenheim. En dat heeft ook even een gegeven moment lang ook die kavel getrokken op een gegeven moment. En hij is gevraagd op een gegeven moment van of ik er geen interesse wil hebben om een beetje met de kar te trekken. Dus dat doe ik. En dat doe ik ook met plezier op een gegeven moment. Ik kan de vrouw helemaal met naartoe gaan, dus dat is ook heel leuk. Ja, ze zingt nog een beetje met. Ja, dat is een beetje een goede combinatie op een gegeven moment. En dat kind dat op een gegeven moment, dan is dat ook voor haar ontspanning en voor mij ook ontspanning. Want dan moest ze wel niet direct ervoor zorgen dat ze voor iemand anders moest gaan kijken voor bij haar te blijven enzovoort. En voor haar hebben we bij haar lang gezongen, maar helaas. Is het koor op een gegeven moment opgeheven door te weinig leden enzovoorts. En dat wordt wel een ontspanning natuurlijk. Hè. Ja. En ik was even een beetje op een andere gedachte komen. Ik heb van proberen natuurlijk wel vaker aan dingen ook weer mee te doen. Maar het is af en toe ook moeilijk. Hè. Het kind is niet eigenlijk wie ze normale wijze geer zoals willen beginnen. Het is altijd toch een beetje gebongen. Maar dat is helemaal niet anders. Verdunnen doet liefde en dat is het belangrijkste. Dat klopt, daar heb je gelijk in. Nou, bied deze een heel schoon boeketje. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, grandioos. Fantastisch eigenlijk. En we hopen natuurlijk dat je de verrassing leuk vindt. Ja, de verrassing is absoluut leuk. Op een gegeven moment van, ik zal diegene wat het hebben gebeld, zal ik daar ook voor bedanken. Ja. En nogmaals op een gegeven moment van, ik hoop in ieder geval dat ik het nog lang mag doen en kind doen, zodat we ze nog lang toe mogen houden. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja. En daar gewoon voor een eigenlijk voor. Dus. Ja, heel veel succes en sterkte met alles. Ja, dankjewel. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel voor de leuke gasten. Dit was weer een aflevering van In het Zinneke. We hebben een beetje zon bij iemand in de huiskamer gebracht.
Kent u ook iemand die dit verdient? Mail dan naar inhetzinneke@tvvalkenburg.tv. En misschien dat we een volgende keer bij diegene langs kunnen gaan.